Nou, we hebben net gezien dat de units, noem je die ze, dat we die in een koffertje hebben gedaan waar apparatuur in zit. En die zouden we dus in theorie nu kunnen pinpointen. Ja, ik denk dat we hem even gaan zoeken. Welkom bij de tweede vlog over AWAX. Je gereedschap is natuurlijk nogal belangrijk en soms ook behoorlijk kostbaar. Het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn als die dingen gestolen worden, maar helaas gebeurt dat nog wel eens. Nou heeft AWAX ook een oplossing tegen diefstal. Speciaal voor je materialen. Dus blijf vooral kijken, dan leer je daar weer heel veel over. Martijn, we zeiden het net al, je hebt hier je materiaal, je apparatuur wat je nodig hebt. Dat kan gestolen worden, dat is nogal veel geld waard soms. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen die aan de hand zijn. Eén, zien we dat er heel veel spullen gewoon kwijtraken. Mensen hebben ergens wat vergeten, weten niet meer waar het is. En uiteindelijk wordt het natuurlijk door iemand anders meegenomen. Dus we onderscheiden vaak dingen die te maken hebben met zorgen dat je makkelijk weet waar je spullen zijn en echte diefstal. De AWAX Mini is echt een uniek product wat wij hiervoor hebben. Dat is een klein, heel handig apparaatje wat communiceert met de AWAX units in alle auto's die er zijn. Dus hiermee heb je eigenlijk altijd een overzicht waar is nou die schuurmachine gebleven, waar zijn kleine spullen gebleven en hoe kan ik ze onder controle houden en wie heeft ze meegenomen en wie heeft ze gebruikt. Dus die doe je eigenlijk gewoon bij je gereedschap? Want wat je veel ziet is eigenlijk in dit soort kleine gereedschap zie je vooral dat de AWAX Mini heel vaak gebruikt wordt. Is waterdicht, is schokbestendig. In deze toepassing heeft hij een magneetcover eromheen waarmee die gewoon eigenlijk heel makkelijk en enorm vast zit. Jemig! Je kan je voorstellen dat vooral dit soort apparaten wil weten wie het in zijn bus heeft, wie heeft het meegenomen en waar is het voor het laatst gebruikt. Dat is wel handig. Kan je dat ook in je sleutelhanger doen? Ben je je sleutels niet meer kwijt? Je kan het overal doen. Nou, we hebben net gezien dat de units, noem je die ze, dat we die in een koffertje hebben gedaan waar apparatuur in zit. En die zouden we dus in theorie nu kunnen pinpointen. Ja, ik denk dat we hem even gaan zoeken. We gaan eens even kijken waar dat ding gebleven is. Want we zijn hem kwijt, zogenaamd. Dus waar is die? Nou, we zijn op zoek naar een boormachine. Want zo hebben we hem genoemd. We hebben een boormachine 1 genoemd. En hier is de boormachine. En daar heb je hem al. En hoe nauwkeurig is die? Nou, we zien dat hier het signaal heel nauwkeurig is. In de praktijk betekent dat tussen de 3 en de 10 meter nauwkeurig is. Oké. Stel je nou voor dat die boormachine daadwerkelijk gestolen is. Kan je met deze gegevens naar de politie gaan? Nou, dat is altijd een moeilijke discussie. Dat is ook een discussie als wanneer je iPhone gestolen is. Precies. En je weet in elk geval wanneer die is. Wat je in elk geval moet doen is de politie inschakelen. En natuurlijk kunnen aantonen dat het jouw boormachine is. En het feit dat je hem hebt geregistreerd en hebt getagd eigenlijk, is dat een bewijs dat die van jou is? Ja, ik ben geen jurist, maar het is vrij logisch dat als je bij de politie komt en je kan op je telefoon of op je laptop laten zien dat het jouw boormachine is en vervolgens ook aantonen waar de unit is, dan helpt dat natuurlijk. Ja, dus je hebt natuurlijk nooit een garantie. Je zorgt gewoon dat je spullen niet gestolen worden. Maar je weet wel waar ze zijn. Dus je kan in ieder geval aantonen dat het voor jou is, dat het geregistreerd is en waar het is. Ja, dat helpt. En dat helpt zeker. Hey, nou zag ik net op de kaart nog iets geks verschijnen. Iets geks? Ja, ik wist niet dat jullie Ajax ook getagd hadden. Nou, wij zijn een trotse supplier van Ajax. En als je daar supplier van bent, dan zie je dus inderdaad waar de Ajax spelersbus op dit moment is. En weten zij daarvan? Daar weten zij niet alleen van, dat hebben zij zelfs heel graag gedaan. Okay. Want het is een van de voordelen van zo verbonden zijn met Ajax. Ja, dus beste Ajax fans, als jullie willen weten waar de Ajax spelersbus is, dat weet AWAX. Wij weten waar de Ajax spelersbus is. Oké, nou tot zover onze vlogs bij AWAX. Ja, en als jullie meer willen weten over AWAX en natuurlijk over de producten die ze bieden, zoals de rittenregistratie en het systeem om je materialen en gereedschappen te beveiligen, kijk dan vooral op hun website www.abax.nl.
En dan ga ik jullie een hele fijne dag wensen. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Mocht je nou nog zelf ideeën of vragen hebben, laat het ons vooral weten via de mail. Like ons op social media en word lid van het YouTube kanaal, zodat je geen enkele vlog mist. En dan zie ik jullie heel graag bij een volgend item van Schilders TV.